What's good, Kelfam? We zijn er. Otje is er ook. Hey, Otje. Otti. Zo, enge tijger weer, man. Hey, Marcel. We zijn hier, we gaan weer een video maken. Tenminste, ik ga weer een video maken. Jullie gaan maar even kijken, want jij kan niet haten toch? Hey. Niemand kan haten op de Kelfam, man. Mocht je mij nou voor het eerst zien en denken, yo, wat is dit voor mafkees? Mijn naam is Kelfin. Ik zal hem eventjes properly introducen. Let's go, man. Hi, hallo, hi. Hallo. Hey, ik ben Kel. Hallo. Mijn naam is Kelfin, ook wel bekend als Calvin. De man met de paprika's, de man met de cars. Watch, de man met die nieuwe miljonairings. Kan er niet omheen, oké? Okay? Je kan er gewoon niet omheen. Ik kan je eerlijk vertellen, we doen het gewoon al. Oké, okay? We zijn heel kleiner vanavond. Het is allemaal prima ademen, Kelvin. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan sowieso. Join de Kelfam, it's good, man. De Kelfam is hier voor de mensen die soms het gevoel hebben van, weet je, misschien hoor ik er niet helemaal bij. Misschien ben ik niet helemaal op mijn plekje, dan join it. Kom erbij, er zijn WhatsApp groepen, iedereen kent elkaar, er zijn fanaccounts, doe je ding, connect met elkaar, dan kom je weer iemand tegen uit Limburg, terwijl jij in Groningen woont. Hey, what's good, man? Dat is gewoon mogelijk als je de Kelfam joint, hoe ver je ook van elkaar vandaan woont. We hebben allemaal één interesse, namelijk mijn video's. Het is een beetje creepy, maar alsnog wel leuk, dus hey, like je, man. Hey, lekker. Ik wil eventjes hallo zeggen tegen de editor. Hey, editor, alles goed? Ja, oké. Okay. Top, hoe is het? Ga je nou eens een keer niet... Nee, ga eens een keer niet van die debiele tekstjes in beeld. Nee, dat heb ik... Ik wil nou voor één keer dat je geen debiele dingen in beeld doet. Niet meer stoppen. Ik heb op een of andere rare manier vervormen of zo. Niet precies ontkennen wat ik zeg. Het is altijd hetzelfde met jou. What the fuck, ouwe? De vraag is natuurlijk, wie is mijn editor? Ik weet het zelf ook nog niet. Ik zeg je eerlijk, stuur gewoon beelden naar een random e-mailadres en dan krijg je gewoon een edit terug. Ik weet niet of de editor er zo uitziet, of dat hij er zo uitziet, of dat hij er zo... Ik weet het gewoon niet. I don't fucking know. Help me hiermee, oké? Okay? Wie is de editor? Hashtag, hoe is Calvin's editor? I don't know. I don't know, man. I don't fucking know. In ieder geval, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik ben Kelvin, a.k.a. Calvin. We gaan vandaag iets leuks doen. Namelijk, ik heb een tijdje geleden een nieuwe auto gekocht. Dat was leuk. En er zijn niet heel veel mensen die video gezien hebben, maar... Oké, er zijn wel heel veel mensen die video gezien hebben. Wow, was good. De mensen kwamen naar me toe en zeiden, ja, welke auto heb je nou gekocht? Ik snap het niet. I don't get it, man. I don't understand shit about what you're seeing and you know what I see. Maar ik kan jullie één ding vertellen, oké? Ik ben naar die autodealer toegegaan omdat ik gewoon een leuke video wil maken. Ik dacht, weet je wel, oké, mocht je het niet gezien hebben, check dit dan even. Heel kort, de hele video. Goedendag. Oh, man. Oh. Ik wil gewoon die class hebben. Ik wil gewoon een testritje maken in die Maserati, man. Oh, dat brul dit, man. Dan heb ik hier je handtekening nodig. Oh, done it. Kan ik deze ook krijgen? What's good, man? Ja, ik heb testritjes gemaakt in een Maserati en in een BMW van volgens mij een paar ton of zo. Ik weet niet eens hoe duur die wagens allemaal zijn. Maar uiteindelijk ben ik weggereden in een Smart. Want ja, I don't know, man. Kijk, het verhaal is als volgt. Ik heb die Smart gekocht. Ik wou gewoon een handige auto voor in Amsterdam. En ik vind dat je niet per se heel veel geld hoeft uit te geven als je heel veel geld hebt. Waar sloeg dit op? Waar slaat dit op, man? Calvin, je moet even rustig aandoen. Dat is zeer belangrijk voor jouw aderen en voor jouw emoties daar leven. Nee, ik zal je eerlijk vertellen, mensen. Ik ben hier voor een movement, oké? Ik ben niet hier al bijna een miljoen abonnees aan het halen. Oké, ik moet niet op de zaken vooruit lopen, want ik ben er nog lang niet. Maar alsnog, hey, we getting there, man. We fucking getting there. Nee, laten we allemaal even accepteren dat ik geld verdien met YouTube. Klaar, oké? Wow, shit, newsflash. We maken geld. Wow. Maar ik ben hier niet de ballen uit mijn broek aan het werken, omdat ik zo graag heel veel geld wil hebben om allemaal hele dure dingen te kopen. Nee, ik doe juist het tegenovergestelde. Ik vind het fantastisch om te doen wat ik wil, om video's te maken, om jullie energie te geven, om gewoon te hypen, om gewoon entertainen, man. You know what's good, man. En het feit dat we bijna op 750.000 Kel family members zitten, dat vind ik vet om twee redenen. Namelijk één, dat de keuze om geen studie te doen de juiste is geweest. Dat vind ik wel prettig. En de andere reden is omdat ik, als ik een verhaal heb of iets wil uitdragen, dat dat kan. En als ik dat doe, dat er dan gewoon een paar honderd mensen zijn die het sowieso checken. En dat is de hele reden geweest voor die video. De hele reden voor die autokoopvideo was omdat ik vind dat als je succesvol bent of geld hebt of iets dergelijks, dat je het niet moet spenden op je 21ste aan dure auto's, aan dure sieraden, aan dure horloges en shit. Waarom denk je dat ik een Cars Watch draag? Oké, waarom denk je dat ik deze armband van nepgoud van 1,99 euro of zo van een feestwinkel uit de clip van Nu Al Miljonair, deze heeft op een jongetjes arm van 10 gezeten? Hè? Denk je dat ik een hele gouden echte armband ga kopen? Nee. Ik vind dat je gewoon niet zoveel geld hoeft uit te geven aan zulke soort trash, man. Hallo. Ik ben 21. Ik hoef niet in een koude range te rijden. Ik kan eens parkeren in Amsterdam, vriend. Dus dat is de hele reden waarom ik die video maak. Dat we allemaal aan het rappen zijn over Louis tassen en Gucci schoenen en zo. Dat is allemaal leuk en aardig, maar boeit me gewoon geen reet. Ben ik de enige die er zo over denkt waarschijnlijk?
waarschijnlijk wel. Ik word gewoon gelukkig van dit. Gewoon van dit beestje. Oké, ja. Doei. Deze wordt niet gelukkig van mij blijkbaar. Hey, it's all good, man. Ik kaart niet al te vaak serieuze onderwerpen aan, maar als ik het doe, wil ik het gewoon op een leuke manier doen. En dat is de reden waarom ik die video over die auto's heb gemaakt. Dat is de reden waarom ik zie. Ik draag geen Roly, wel die Carswatch. Cause I don't give a shit about Roly. Oké, tot zover dit. Ik heb gezien dat de mensen allemaal comments hebben geplaatst onder mijn video. Ik heb ze nog niet allemaal bestudeerd. Want ja, daar heb ik mee gewacht totdat ik deze video ging maken. Is dat slim van mij? Ja, dat is zeker slim van mij. Dankjewel. En ik heb gezien dat King Alert er iets over heeft gezegd. Maar ik heb dat ook nog niet gecheckt. Dus ik dacht, hey, I'm just gonna see it. Mocht je de video nog niet geliked hebben, dan kan dat zeker. Like de video. Like de video. Dominique Broers zegt, dikke YouTube monies G. Yo, dikke comment G. Yeah, let's go. Die gozer heb ook geen verstand van, want het is een remklauw. Heel gaar dit. Hey, papi, kom niet haat op Quinten, man. Oké, je kan heel veel mensen in mijn leven kapot maken, toch? Je kan over heel veel mensen zeggen wat je wil, maar Quinten moet je niet op haten, man. Ik ken iemand sinds groep 2, man. Fuck all this. I'm fucking done with this shit, man. Wow, yo, poepauto. Je moest die Maserati kopen, ezel. Hé, hey vriend, ik wil niet moeilijk doen, hoor, maar jij bent degene die hier als gebruikersnaam Kakizaki heeft. Als je Kakizaki heet, kun je niet zo'n comment plaatsen, oké? Okay? Als het Jim Smith heet, dan mag het. Maar als je Kakizaki heet... Oké, we gaan door. Oh my god, liefde voor die smart. Hartje, huilpoppetje en meer video's met Quinten. Hey, what's good, Kelfam? Ik zie alleen maar comments over mensen die zeggen, oh, je had die Maserati moeten kopen. Nee, dit is een comment naar mijn hart. Hey, dankjewel. Liefde naar die smart. Ik hou van mijn smart. Ik kan niet haten op mijn smart. De enige reden dat Kelvin een fucking auto wil, ik wil niet nat worden als het regent. Ja, dat is serieus de waarheid. Als er een fiets was die net zo snel ging als een auto, die ook gewoon op de snelweg mocht, dat heet zeg maar een motor. Dankjewel. Dit is echt de meest debiele wat ik ooit gezegd heb. Maar dan had ik waarschijnlijk dat gekocht. Maar omdat er een dakje op zit, dan vind ik wil gewoon een dakje, oké? Okay? Ik wil gewoon niet nat worden als het regent. Je hebt net 100 miljoen views gehaald. Besef hè, dit is nu pas het moment dat ik... Heb ik een miljoen... What? Ik heb 100 miljoen views, vriend! Ik heb 100 miljoen views, ouwe! Holy shit! Oh my god damn! Oh my god damn! Nou, dat moet op geproost worden, mensen. Proost, hè? Op de 100 miljoen views. Ik wil graag de Kelfam bedanken voor dat moment. Zonder jullie was het zeker niet gelukt. Dank u wel. Het is leuk en fijn en gezellig. Dank u zeer voor alles. Ga dan fietsen. Je koopt toch geen in elkaar gebouwde magnetron? Ik besef me nu dat er gewoon iemand is geweest die het getypt heeft. Je koopt toch geen in elkaar gebouwde magnetron, ja. Ik vind het wel heel grappig. Ik ga gewoon liken. Hoppakee. Likey. Ik heb gereageerd op lid. Check mijn kanaal. Hey, vriend, ik ga sowieso checken. Hij heeft gewoon gereageerd op lid van Femke Louise. Hoe origineel kan je zijn? Misschien vinden ze deze hele lied wel... Vanavond ga ik lid. Misschien zingt ze deze hele lied wel vanavond ga ik lid. Ik moet echt even... Het spijt me echt, maar... Ik moet gewoon echt even... Fotograf, maar goede fit. Ik trapte erin, maar ik was teleurgesteld. Die smart vind ik echt een kutauto. Maar Kelvin eigen keus. Fuck dik, toch een auto. Hashtag alles voor de Kelvin. Die comment had gewoon drie verschillende emoties. Ik weet niet of je boos bent of dat je blij bent. Wow man, ik ben zo blij voor je. Ik zie hoe je hier enorm voor hard hebt gewerkt. Ga zo door man, denk dat je veel kan bereiken. Jullie YouTubers zijn toppers van Nederland. En ben blij dat jullie soort het voorbeeld is van onze jeugd. Hoop dat je niet doodgaat van een stress toppertje. Ga zo door. Ik weet gewoon niet of mensen echt serieus zijn of sarcastisch. Ik snap jullie niet. Waarom kocht je geen Bentley of Honda? Dan was je bijna Femke Louise. Ja. Echt mooie auto, Calvin. Hey, dankjewel, Aapking. Lekker bezig, grap. That's a smart decision. Oh my god. Hey Kelfam, we gaan even over op de orde van de dag. Namelijk, er is een heel speciaal iemand geweest op de wereld die heeft gereageerd op de video. Namelijk de enige echte almachte. Yo! King Alert! Paul van King Alert heeft er wel over gezegd. Tenminste, ik zag mijn eigen kop in de thumbnail staan in de titel. Dus ik dacht, ja, hey, Paul, alsjeblieft, man. Er was een dag dat ik wakker werd. Ik op mijn telefoontje keek. Een video van King Alert zag. En de titel luidt als volgt. Femke Louise steelt Lines lip. Harm is bang. Calvin dikke bak. En op het moment dat ik dat las, wist ik het zeker. Ik ben een vlogger. Mocht je trouwens niet weten wat King Alert is, dat is een soort 89-jarige man die praat over YouTubers en vloggers. Terwijl hij eigenlijk gewoon bezig zou moeten zijn met zijn leven en zijn kinderen. Maar goed, je moet echt oppassen met wat ik zeg. Calvin vindt mij een 89-jarige oude man. Kijk nu in de nieuwe aflevering. Oh, daar zijn we. Daar zijn we, man. What's good? We made it, man. Ga je echt van genieten. Het gaat ook goed met Calvin, want die koopt een nieuwe auto. Post die op zijn Instagram. Welke auto heb je gekocht? Check link in bio. Hier zit hij bij zijn Range Rover. Maar in zijn video zie je meerdere auto's verschijnen. Onder ook gewoon een dikke BMW. Ook nog een gele BMW M4. Ook zie je als je heel goed de video op stop zet. Het bedrag van de auto die je uiteindelijk koopt. Maar dat ding heeft het wel gekocht. Want als je de video afkijkt, dan gaat het uiteindelijk met deze auto. En vandoor.
Man to be, man. Kom op, man. Dat gevoel dat we net in die... Hey, Paul. Je hebt me eerst gevraagd of ik dit mocht gebruiken, vriend. Ik ga ook gewoon niet nou jou vragen voor toestemming. Dat weet je wel, hè. Ik ga gewoon... Normaal gesproken ben ik die guy die dingen netjes wil doen. Maar you fucked up, man. Kelvin, bedankt voor deze. Thanks hiervoor. What's good, man? Dat YouTubers elkaar kopiëren qua concepten, qua video's, dat is eigenlijk al iets wat al jaren aan de gang is. Soms zit tussen die video's bijvoorbeeld een dag, soms 3 dagen, soms 8 dagen, soms... Een jaar, 2 jaar, 3 jaar. Oh, van... dit was het. Oh mijn god, ik dacht eindelijk dat ik een plekje had bemachtigd in Kingeler. Dat hij me even goed. Dat hij mij even ging exposen. Dat hij even ging zeggen dat hij mij stom vond of zo. Ik had echt verwacht voor het eerst in mijn leven dat ik gewoon, even kon shinen bij Kingeler. Maar het enige wat hij doet is mijn video uitlichten. Hij geeft niet eens zijn mening. Hij maakt me niet eens belachelijk. Wat heeft het leven dan nog voor zin, man? Ik moet echt even stoppen. Goddammit, boeit me geen reet. King Alert, I don't fucking care. Join the Kelvin is good, man. I love you. What's going, man? Hey!